Hallo jongens en meisjes, welkom terug bij een nieuwe Minecraft video van Five Nights at Freddy's seizoen 2 Fanmade Map, made by Jellycraft. Fout naam, Subgamer kanaal. Zoals jullie waarschijnlijk zien al bij deze video, linksonder in de video, ik bedoel rechtsonder in de video, zien jullie waarschijnlijk een nieuwe YouTube logo voor mijn YouTube kanaal. Dat komt omdat ik deze ergens zat was, deze, de vorige, zo bedoel ik. En omdat die niet echt bij mij paste, vind ik. Ik vond het niet echt mooi. Ik heb hem dus verbeterd. Vandaar dat ik een nieuw heb. Ik wou ook voor al mijn YouTube video's een intro maken. Voor allemaal die ik uiteindelijk ging maken. Van mijn komende YouTube video's. Maar dat gaat niet echt, want ik doe het via Mine-imator. Hoe ik daaraan kom, is omdat ik een video heb gezien van Minecraft Universe. En die liet zien hoe aardig makkelijk of voor beginners dat is. Dus ik dacht van, misschien ook, is dat ook wel wat voor mij. Dus even proberen, kijken hoe het gaat. En ik dacht van, dat kan wel. Ik kan er misschien wel om mijn weg gaan. Dus ik heb het geprobeerd. Ik kan er best wel wat mee doen. Alleen eenmaal wanneer ik het wil veranderen naar een MPG. MP1G. Kan het, zou het wel ook waarschijnlijk zijn. Dat weet ik niet echt precies. Als ik het daar uiteindelijk naar wil veranderen. De intro, dan klopt er iets niet, dan komt het niet goed uit of zo. Nou, het komt er wel, alleen eenmaal wanneer ik het dan ga bekijken, dan zie ik een soort van rare kleine errortjes, wat eigenlijk dan niet hoort. Dus dat is dat. Wat jullie hier al zien eigenlijk zelf al, ik maak gewoon hier de vloer zoals gewoonlijk. Niet in speedbuild. Uiteindelijk leg ik hier overal de vloer neer van waar ik de vloer wil hebben. Plaats ik de muren, dat zien jullie niet. Alles wat ik ga plaatsen zien jullie niet, want het komt wel in deze video. Uiteindelijk het eindresultaat zien jullie in deze video. Hier komt boven verder eigenlijk niks. Nou, misschien een klein kamertje of zo, maar eigenlijk nog verder niks. En dan kijk ik waar de kamers komen. En dat is het dan tot dan. Dus ik zie jullie zo. En daar ben ik dan weer met de video. Duurde eventjes voordat jullie er weer bij waren. Voor in de video niet, maar voor mij zelf wel. Zoals jullie zien, ik heb de vloer helemaal erin gelegd. Ik heb ongeveer al de vorm van een bepaald aantal kamer. Van een kamer. Maar verder, hier komt nog de vloer. Daar komt nog de muur. Daar komt nog de muur helemaal. Deze drie kamers worden, deze drie kamers die hier zo tegenover elkaar staan, of als één rijtje zijn opgesteld, dat worden party rooms. Voor elk party room komt een eigen episode, aflevering, part, hoe je het ook wil noemen. En hier komt de keuken. Ik zeg niet waarom dat daar een gat zit, want dat wordt nog een verrassing, want aan het eind van deze hele serie zet ik het dan alles laat ik alles in één keer zien. Ook van binnen in de schachten. Hoe je erin kan komen via bepaalde plaatsen. En ja, dat is dat. Er komt ook nog ergens power room. Waardoor je dan ergens de power aan en uit kan zetten. Dus er komen, net zoals in het vorige seizoen, gewoon lampen. Van die, hoe heette die lamp ook weer? Hoe heb ik ze ook weer genoemd? Nee, hoe heet redstone lamps. Even kijken, waar zijn ze? Hier, yeah, redstone lamps. Die komen er dan bij. En die worden dan, ze zijn pas aan. Wacht, dat kan ik volgens mij demonstreren. Oeps. Boeien. Ze gaan aan wanneer het dag is. Ja, hier. Yeah. Ze gaan aan wanneer het dag is. Dus wanneer het dag is. Zo, wanneer dag is, want ik laat ze gewoon zo, is het dus, is de power aan en wanneer het
wanneer het nacht is, dan is... Ja. Dus wanneer het nacht is, is de power uit. En wanneer het dag is, is de power aan. Zo, dus eigenlijk heel simpel met comments, command blocks, wordt dat dan gedaan. Dat zien jullie ook nog, waarschijnlijk ook nog in een Minecraft tutorial. Hoe je dat kan maken, op de makkelijkere manier. Op de hele makkelijke manier. En dat is dan eigenlijk voorlopig, voor nu. Bedankt voor het kijken, ik hoop dat jullie hebben genoten. En share, oftewel deel. Dus laat ik het gewoon volledig zeggen. Deel, subscribe en like, was het toch? Ja, het was like. Maar dus tot de volgende keer. Doei doei.